deze nieuwe video. Ik ga vandaag weer een adventkalender unboxen. Ik vind dat altijd super leuk om te doen en om te bekijken, dus ik hoop jullie ook. Ik heb vandaag echt een mega grote van de Action. Dit is de Spa Beauty adventkalender. 10 euro te koop bij de Action. Hij is ook te koop bij bol.com, mocht je geen Action hebben in de buurt of gewoon geen zin hebben om daarheen te gaan. Alleen bij bol.com hebben ze er wel een bedragje opgezet. Dus daar kost hij volgens mij, als ik het goed heb, iets meer, maar als je hem gewoon bij de Action haalt, is hij gewoon 10 euro. Hij is echt mega groot. Dit is dus de spa-kalender. Hier onderop staat wat erin zit. Mocht je dat al willen zien. Oh ja, spoiler alert. Mocht je dit soort video's niet begrijpen. Ik ga dus vandaag deze adventkalender openen en laten zien wat erin zit. Dus mocht je niet willen weten wat erin zit, dan moet je de video vooral niet bekijken. Het is dus de spa-kalender, spa-beauty. Dus het is wel beauty, maar geen make-up waarschijnlijk. Het is allemaal gewoon een beetje skincare, badaccessoires en dat soort dingen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat erin zit. Er zitten 24 vakjes in. Weet jij nou niet wat een adventkalender is? Elke keer rond de deze tijd van het jaar komen er allemaal adventskalenders. En dan kun je in december of wanneer jij wil, maar het is voor december officieel gezien, elke dag één vakje openmaken. Dus je begint bij, op 1 december met vakje 1 en zo ga je gewoon door tot met 24 december. En dan is het dus kerst. Dus dan heb je de hele maand lang, elke ochtend of wanneer je het ook openmaakt, een klein cadeautje. En dat is echt super leuk. Dus ik ga op mijn kanaal een aantal unboxen. Ik heb er al eentje van Essence unboxed. Er komt er ook nog eentje aan van een andere. En ja, er komen er in ieder geval nog een aantal aan. Dus ja, we gaan gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon van start. Oké, hij is echt huge. Hij is echt super, super groot. Ik ga even het plasticje eraf halen wat er omheen zit, de folie. Oh, dat is handig. Dit is dus de plaat die erop zat. Waar dus op staat wat er allemaal in zit. Mocht je dat er dus af willen halen, dat kan echt heel makkelijk. Je kunt het zo eraf scheuren. En dan staat er niet op wat erin zit. Dat is wel handig voor als je het aan iemand geeft als cadeau. Nou, ik heb de folie eraf gehaald. Dan is het een beetje als een deurtje. En dan maak je hem gewoon zo open. Oh mijn god, hij is echt huge. Woe! En dan hier binnenin zijn alle 24 vakjes. We gaan beginnen, jongens. Ik haal even dit er zo af, want dit zit allemaal gewoon in de weg. Ik begin gewoon bij 1. Waar is 1 dan? Oh. Oké, hier is 1. Dus ik ga eerst deze openmaken. We hebben hier een spa handkleed. Crème. Zoals ik al zei in de intro, het is dus echt een spa-kalender. Dus je gaat allemaal van dit soort producten krijgen. 50 milliliter, hij is echt best wel groot. Handcrème is heel fijn in de winter. Die zitten echt in like, bijna elke adventkalender. Even een beetje aanbrengen. Het is gewoon wit, gewoon normaal. Het ruikt lekker, maar het is niet echt een hele heftige geur of zo. Het is gewoon een fijne handcrème met gewoon een hele lichte geur. Niet echt een hele super lekkere geur of zo. Dat vind ik wel jammer. Nou, altijd handig om te hebben, jongens. Wat ik dus wel merk is, ik wil hem zo omhoog houden om de vakjes te openen. Maar alles valt dan omlaag. Want alles zit gewoon, zeg maar, kijk, dit valt al helemaal omlaag en hier ook. Even kijken hoe ik dit dan nou het beste kan doen. Maar goed, je moet hem dus echt plat houden als je hem openmaakt. Maar ja, ik maak een video. Ik moet het er wel laten zien, hè. Ik hoop gewoon dat het niet te veel valt. Hier is nummer 2. Oh, dit is een badbom. Ja, dit is gewoon een random badbom. Ik heb geen bad. Helaas, ik wilde heel graag een bad. Maar ik woon thuis met mijn moeder en die wilde geen bad. Dus ja, dan heb ik ook geen bad. Maar ja, handig voor een bad, hè. Nummer 3 is weer best wel groot. Die zit hier. Oeh, dit is body lotion. Tribalicious Summer Spa Exclusive Body Lotion. Limited edition, dus ja, die gaat weg. Ook even ruiken. Even een beetje op mijn hand doen. Ook die geur is niet heel extreem. Het is een beetje een citroengeur. Als je van dat soort geuren houdt, dan vind je hem zeker lekker. Ook deze is weer echt super groot, jongens. Kijk. Hoeveel zit hierin? 50 milliliter ook. Nummer 4 is hier in de hoek. Dus ik hou het even zo vast. Wat is dit? Er staat alleen op spa en verder niks. Het is zacht. Huh?
Wat is dit, jongens? Oh, een doekje. Oké. Okay. Staat er misschien op, achterop, wat dit nou echt precies is? Samengeperste handdoek. Ja, mensen, dit is gewoon een klein handdoekje. Oh, dat was even apart. Ik dacht, wat is dit, zeep of zo? Nou, ook altijd handig om te hebben. Een handdoekje. In nummer 5 zit ernaast, is ook best wel klein. Oh mijn god, mensen, dit gaat helemaal mis. Nog een badbom. Nou hebben we een witte en een paarse. Ik moet wel zeggen, als ik een bad had gehad, was ik hier wel blij mee geweest. Maar nou heb ik er niks aan. Dus alles wat ik niet gebruik of gewoon niet hoef, die gaat in de winactie. Next one is een number 6. Deze is weer een beetje groot. Zo, die wil echt niet open, jongens. Nou, die gaat echt bijna niet open. Ik moet wel zeggen, de kwaliteit van de adventkalender is niet echt hier van het. Maar ja, hij is maar 10 euro. Even kijken wat we dan hier hebben. Body scrub. Oeh. Een spa smoothing body scrub. Die is wel handig voor mij, voor als ik weer zelf bruiner ga gebruiken. Oeh, hij is wel heel gelachtig. Kijk. Dan gaan we verder met nummer 7. Oeh, die is echt heel klein. Kijk. Hier is nummer 7. Oké, okay. Een haarklepje. Ja. We gaan door met nummer 8. Die zit hier in de hoek. Ook die is weer best wel groot. Wat hebben we hier? Shower gel. Oké, okay, handig voor in bad. Hij is ook best wel klein, dus misschien ook handig voor op reis, to go. Ja, dit is gewoon om je lichaam mee schoon te maken. Ja, prima toch? Even de geuren. Ik wil van alles weten hoe het ruikt. Oh wacht, volgens mij is hij dicht. Oh ja, mensen, hij is nog dicht. Ik ga hem gewoon zo laten. Nummer 9. Huh? Die is leeg. Oké, okay, ik denk dat hij omlaag is gevallen. Want hierin lag dit. En dit is even groot als dit ding. Dus ik denk dat dit daarin had gemoeten. Even kijken. Dit is Relaxing Bath Salt. Dus badzout. Nogmaals, ik heb geen bad. Dus ik denk dat we al nu al wel kunnen concluderen. Als je dit aan iemand cadeau wilt geven, zorg ervoor dat die persoon een bad heeft. Anders kan je echt heel veel niet gebruiken. Maar badzout is ook wel leuk. Even kijken. Nummer 10. Die is best wel klein. Die zit hier. Klein nagelknippertje. Ik vind het mooi, want hij is zo rood. Dat vind ik wel mooi. Ik vind dit op zich wel handig. Hij is klein, dus ook handig voor je tas als je even moet bijknippen of zo. De volgende is 11. Nou mensen, we zijn op dreef. Oh, het openmaakt echt. Bad pearls. Dus pearls voor in bad. Oké, okay, nou heb je bad zout en bad pearls. Hier hebben we dan nummer 12. Oh, dit zijn teenverspreiders. Dus als je je voeten gaat lakken, ik bedoel je teennagels, kun je zo hier je tenen in doen, waardoor ze zo worden verspreid en ze elkaar niet gaan aanraken. Dat is wel oprecht handig. En ik had die ooit, maar ik was ze kwijt. Dus nou ben ik wel blij dat ik er weer 2 heb. En ik vind het fijn dat je er 2 hebt in 1 vakje. Want echt, believe me you, afgelopen jaar heb ik ook een heleboel adventkalenders unboxed. En je had serieus kalenders, die hadden dan op 1 dag deze en op de andere dag die. En dan denk ik echt bij mijn eigen, ja oké, okay, nou doe je het er echt om jongens, nou doe je het er echt om. 13 is heel cute, hier zo verstopt. En ook dit is weer zo eentje die onmogelijk open te krijgen is. Oh, en lipgloss. Oh, dat vind ik wel leuk. Ik had echt absoluut geen make-up verwacht hierin. Het is gewoon een doorzichtige gloss met een beetje blauwe glitters erdoorheen. Oh, dat vind ik wel oprecht leuk. Ik hou van make-up. Even een beetje op mijn hand gedaan. Ja, het is gewoon doorzichtig, gewoon normaal met een hele lichte glitter erdoorheen. Ja, leuk. Oeh, die gloss ruikt lekker. Die ruikt lekkerder dan al die andere producten. Hey baby. Susu. Ik heb al een gloss op, maar ja, who cares. Zo, de kwaliteit van de gloss is niet echt ja, heel goed. Maar goed, het is een gloss. We gaan verder. Nummer 14. Die zit hier bovenaan verstopt. Ik denk dat het een handdoekje is of zo. Of een washandje. Oh, cute. Dit is een
haarbandje die je in kunt doen als je je make-up eraf gaat halen. Of je een maskertje gaat opdoen of wat dan ook. Met van die kattenoortjes. Oh, dit vind ik wel heel cute. Ik gebruik dit soort shit dus gewoon echt. Onderaan heb je dan nummer 15. Oh mensen, ik verpest mijn hele acryl hierdoor. Wat een gezeik dit. Hier hebben we een face wash. Een refreshing face wash. Dus om je gezicht mee te wassen. Oké. Prima product. Gaan we verder. Nummer 16. Kijk, echt alles gaat gewoon in één keer mee open. Oh, dit is hoe heet het? Ja, dit heeft een naam, maar ik ben even de naam kwijt. Dit is om in de douche je mee te wassen. Ik gebruik die ook echt. Hij is wel heel klein. Die ik heb is een beetje meer groot. Maar ja, ook dit weer is wel iets wat ik echt gebruik. Dus daar ben ik ook blij mee. Nummer 17. Die zit hier. Die is ook best wel groot. Ik hou van als het een vakje zo groot is. Oh, oké. Schattig. Gewoon een klein plastic zakje. Tasje. Beauty bag. Je kunt dan hier iets in doen of zo voor op reis. Iets kleins. Misschien zo dit zo. Ja, kijk. Nou, dat is wel handig. Je glosje kan erbij. Denk ik. Oké, nee. En dan zo dicht. Bloep. Nummer 18 is hier. En ook dit is er weer zo eentje die niet makkelijk open gaat. Sommige gaan wel makkelijk, maar heel veel ook niet. Ik ga hem gewoon even zo ghetto openmaken. We hebben voor je haren een haarconditioner. Die gebruik ik persoonlijk niet, want ik gebruik alleen maar mijn krullenproducten. Maar als jij gewoon normale haren hebt en je hebt iets van I don't really care wat ik gebruik voor mijn haar, dan is die wel fijn. Hij is er klein, dus ook weer handig voor to go. Oh mensen, ik ben gewoon gewond. Kijk, ik bloed gewoon. Deze kalender is zo lastig dat ik gewoon bloed. What the F. Ik heb hier wel ergens pleisters volgens mij. Nou. Mensen, opgelost. Nou, we zijn nou hier. Deze ook weer openmaken, wat niet echt wil lukken. Iets van een spray of zo. Luxury Body Mist. Dit is dus gewoon een body spray. Je kunt die zo sprayen. Ik vind body misten altijd wel fijn. Want soms heb ik een beetje haast in de ochtend. En heb ik geen zin om me echt helemaal in te smeren. En dan gebruik ik gewoon even zo snelle mist. En dan ben ik toch soort van ingesmeerd. Maar dan sneller. Oh, in mijn gezicht. Ja, die heeft ook weer een beetje dezelfde citroenachtige geur. Dan hebben we hier nummer 20. Oh, dit is een nagelvuilblokje-achtig iets. Dan kun je zo veilen. Er zit echt in elke adventkalender, tenminste de meer betaalbare, wel minimaal één vuilachtig iets. Nou, hier dus ook. Ook die gebruik ik niet, want ik heb acrylnagels. We gaan door met nummer 21. Die zit hier. Dit is een body butter. Oeh, ik hou van body butters. Dat is dus een boter voor op je lichaam. Boter, dat klinkt echt heel dom. Oh, die vind ik altijd heel fijn, want die zijn iets heftiger dan een body lotion. En mijn ervaring ermee is dat ze dan ook mijn huid iets beter hydrateren. Hij wil alleen niet open. Echt jongen, de hele adventkalender wil niet open. De producten willen niet open. Niks wil open vandaag. Oh, hij is open. En ook weer die geur. Oh, ik vind die geur persoonlijk, ik hou toch wel iets meer van een heftige fruitachtige geur of zo. Dit is wel echt citroengeur. Dat is persoonlijk niet echt mijn favoriete geur. En echt alle spa producten hebben echt precies die geur. Dus ja, make sure dat je wel van die geur houdt als je de kalender koopt. Nummer 22, die zit hier helemaal onderaan. Oh, we hebben hier een dagcreme. Ook deze is weer echt best wel groot. 50 milliliter. Dus ja, handig man. Een dagcreme. Wow, dat klonk echt heel sarcastisch. Maar ik ben gewoon echt serieus. Ik vind het echt handig. Oké, volgende. We hebben er nog twee. 23 is hier zo verstopt. Oké, nou. Ik kan gewoon net zo goed zo doen. Shower gel. Die hadden we volgens mij al eentje gehad. Ja. Oké, nou heb je er twee. Deze is relaxing. En de andere is... Oh, daar staat niks op. Nou ja, dan heb je er twee in ieder geval. Maar dan komen we nou volgens mij aan bij de laatste. 24.
Die zit hier. Meestal in de adventkalenders is de laatste de beste. Dus ik ben benieuwd. Shampoo. Oh, oké, nou dat is niet per se het beste, maar ja, whatever. Nou, dan heb je een shampoo en een conditioner samen in één. Dan heb je een klein setje. Wel heel cute. Dat was het dan. Hij is helemaal leeg. Nou mensen, dat was dan de hele Spa Action adventkalender. Wat vind ik ervan? Ik vind het op zich, als ik gewoon zo naar de producten kijk, vind ik het leuke, goede producten voor maar 10 euro. Eén ding wat wel echt minder is, is echt de adventkalender zelf. Kijk dit, echt de producten kwamen er bijna niet eens uit. Ik snap dat hij maar 10 euro is, maar je moet er op zijn minst voor zorgen dat we op zijn minst de producten eruit krijgen. Dat is wel iets wat gewoon normaal moet kunnen. Dus dat vind ik wel minder, maar voor de rest vind ik de verpakking en de kleuren wel heel erg mooi. Ook zo met die deuren die zogenaamd zo open gaan. Een paar dingen waar ik persoonlijk wel op zou letten, mocht je de adventkalender halen voor iemand anders. Die persoon moet echt houden van een beetje een citroenachtige geur, want dat is echt de geur van bijna alle producten. En het is ook wel handig als die persoon misschien een bad heeft. Want er zitten volgens mij toch wel echt vier producten bij die zijn voor in bad. Al moet ik zeggen dat voor iemand zonder een bad vind ik hem ook nog wel geschikt, maar... ja, een beetje een moi. Dus zorg ervoor dat die persoon een bad heeft en dat die persoon van citroengeur houdt. En dan vind ik het op zich best een oké kalender. Het zijn echt leuke producten die ik zeker ga gebruiken. Zoals de body butter, de gloss is er ook bij. Dat zijn echt dingen die ik gewoon echt gebruik. Dus ja, ik ben er best wel blij mee. Nou, vond je de video weer leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video.